naast mij nog steeds de heren van Alzheimer. En dan is toch ook wel echt direct mijn eerste vraag. Van waar de naam Alzheimer? Ja. Volgens mij moet ik jou aan gaan kijken. Hoe heet je ook alweer? Sorry. Thijs. Heel slecht in het namen. Thijs. Thijs, hou de microfoon heel even ietsje dichter bij je mond. Yo, ja. Hoe zijn jullie bij Alzheimer gekomen? Ja, we hebben ooit heel lang geleden, nog maanden voor de band, gewoon een keer toevallig bedacht met een vriend. Want ja, zo'n chille naam voor een band. Echt zo simpel? Ja, echt super simpel. Eigenlijk best een slecht verhaal, maar het is niet anders. Ja, het is leuk omdat het waar is. Ja, ik wist pas letterlijk vanmiddag dat jullie bij mij in de uitzending zouden komen. Toen zou eerst eigenlijk een ander duo komen, maar die had afgebeld. Dus die hoeft ook niet meer te komen. Maar ik heb nog niet zo gek lang geleden een documentaire gezien over Alzheimer-patiënten. En het schijnt dus dat Alzheimer-patiënten het meest wat ze bewaren, zeg maar, is muziek. Dus ik dacht, misschien hebben we het zo genoemd en weet ik wat. Die hele nee, dat is eigenlijk wel goed. Dan zeggen we dat voortaan. Ja. Juist, nou, daar hebben jullie ook weer wat bijgeleerd, gelukkig maar. Hey, en hoe lang bestaan jullie al als band? Een paar maanden. Ja, zoiets. Sinds zo kort pas. November, december, denk ik. Ja. Nou, dan moet ik ook nog heel even voor de luisteraar erbij zeggen. Eigenlijk is het een punkband met drumstijl, alles erop en eraan volgens mij. En ze zijn hier dan vanavond voor een akoestische set gekomen. En als ik me niet vergis, waren jullie vanmiddag begonnen met oefenen. Ja, dat was een beetje improviseren, maar... Nou, het is gelukt. Ja, dat wel. Hoop ik. Nou ja, ik moet zeggen, ik krijg wel hier en daar sporadisch eventjes een mailtje binnen. Zelfs van Marieke, die vraagt hoeveel gitaren waren het. Nou Marieke, het waren er maar twee. Die dacht namelijk dat er drie waren. Dus dat heb je dan als gitarist zijn wel weer goed gedaan. Ja, vol geluid dan. Ja, en Roland, voor jou probeer ik toch nog een beetje te denken op wie je stem nou lijkt, maar het lukt niet echt. Oké, nou. Ik denk nog een eigen sound, maar als ik een klein beetje... Ja, ik denk toch een Kings of Leon, dat je een beetje zoals hem gaat klinken over 5 jaar, zeg maar. Ja. Ik weet niet hoe oud je bent. 16. Ja, daarom. Als die baard echt verder in de keel is geweest, dan klink je als iemand van de Kings of Leon. Hey, hebben jullie binnenkort nog iets van een gig staan of dergelijke? Dat je eventjes mag spammen op de radio? Jazeker. Lazarus, toch? Lazarus. Ja, 2 mei. 2 mei. Wedstrijd. Kom kijken. Zoveel mogelijk mensen moeten. Neem iedereen mee. Moet een beetje feestje bouwen. Ja, stemmen, publieksprijs en feestje bouwen natuurlijk. Nou, je hoort het. Heb je er zin in een feestje? 2 mei in het Lazarus zijn ze. En eigenlijk uit hoeveel man bestaan jullie? Want jullie zijn hier met z'n drieën. Vieren. Ja. Onze drummers... kan sowieso niet hier dus. Nee, ik kon hem hier sowieso eigenlijk niet echt in de studio kwijt. Nee, daar zijn we niet echt op ingericht. Hey heren, ja, hartstikke leuk dat jullie even aan wilden schuiven. En ik zou zeggen, laten we elkaar eventjes in de gaten gaan houden. En hebben jullie een leuk nieuwtje? Ik bedoel... Ja, like ons vooral Facebook nog meer spam appen. Ja. Oké, nou vooruit. Wat is je Facebook-adres? facebook.com/alzheimerpunk. Alzheimerpunk, oké. Ja, want alleen Alzheimer zal je wel ergens anders terechtkomen. Ja, precies. Allemaal wel gestolen. Like de pagina mocht je ze dus willen volgen. En als je hier eenmaal een keertje hebt gespeeld, ben je ook vriend van de show. En dat houdt in dat, heb je iets nieuws, heb je iets leuks te melden? Geef me even een seintje en wie weet nodig ik jullie weer uit. Prima, gaan we doen. Nou, lijkt me hartstikke gezellig. Heren, tot de volgende keer in ieder geval. Dankjewel.